De campercoach is een coach die op locatie komt om medewerkers te ondersteunen waar ze het nodig hebben. Camper is georganiseerd omdat we niet op de locaties kunnen komen vanwege corona. En medewerkers zowel de mogelijkheden hebben om een coach te bespreken. De campercoach gaat naar verschillende locaties in Utrecht stad. De coach gaat in de bijrijdersstoel zitten en de medewerker gaat op de plaats zitten waar ik nu zit. Dat is 1,5 meter afstand. Er zijn schoonmaakdoekjes, er is koffie, thee en wat limonade. En zo kan men op een comfortabele manier toch met elkaar in gesprek gaan. Wat we nu zien in deze coronatijd is natuurlijk dat het ongelooflijk spannend is en is geweest. En dat er eigenlijk heel veel behoefte is aan ondersteuning naar met name de zorgmedewerker. Om alle verhalen en ideeën en angst en alle onzekerheden goed te horen. Maar daar ook goed aandacht aan te besteden. Wat je wel moet proberen is natuurlijk om de juiste feiten en de angst uit elkaar te halen. Maar dat valt niet altijd mee. En wat ik zelf heel erg gemerkt heb met zorgmedewerkers, die worden midden in de nacht wakker en die gaan liggen malen van hoe moet dat allemaal en durf ik daar nog wel heen. Dus je krijgt echt heel veel gesprekken met medewerkers, met name over die angst. En dan denk ik dat zo'n campercoach, dat die daar echt een toegevoegde waarde aan kan hebben. Zolang medewerkers er maar over kunnen praten. Dat is echt het allerbeste. De camper is ter beschikking gesteld door Holland Campers Wateringen. En die wilde gelijk meewerken met dit initiatief. Die vond het hartstikke leuk. Dus vandaar dat we deze mooie camper hebben gekregen. En Van Vliet Autobedrijf die heeft ervoor gezorgd dat de chauffeurs halen en brengen van de camper. Dus dat is ook helemaal top geregeld. Oprecht hoop ik natuurlijk dat er een heleboel mensen gebruik van gaan maken. Want het is heerlijk om met mensen te praten die open en eerlijk naar je kunnen luisteren. Dus wat dat betreft is het een geweldig initiatief.